We zijn hier met de wedstrijd Racing Genk tegen Sporting Lokeren. De twee elftallen zijn klaar voor de wedstrijd. Ugojimi, Matuku, Teuzig. Ugojimi naar de Bruyne. Racing Genk vandaag geen Jelle Vossen, jammer genoeg, Teuzig. Naar Parda, Parda niet. Opa, oeh, trapte weg. Maric, Barda, goed, tot bij Teuzer. Krijg je nog eens terug tot bij Barda. Met de trap en een prima redding van de doelman. Corner voor Racing Genk. Teuzer achter de bal, op het hoofd van Ugojimi. En het is al direct raak. Dus 1-0 voor Racing Genk, Marvin Ugojimi. 1-0, ja. De invaller van Jelle Vossen en het is al direct raak. Mooie goal hier. Hier kijken we naar de herhaling. Goede kopbal en recht in het net. Na 11 minuten spelen is het dan meteen raak persoons. Barda pakt de bal af. Barda tot bij Ugojimi. Ugojimi. Is de bal aan Buffel. Tot bij Barda. Komt er op de wat. Via de redding van Copa. Nu de Bruyne met de trap in de handen van Copa. Wat een kans voor Racing Genk. Een trap. Koulou. Carlos. Ook een Jimmy. Barda. De Bruyne niet. Overmeer, hè? Matuku trapt hem weg. Barda. Ugojimi. Ugojimi. Met de kans, Ugojimi. Oeh, de verdediging. Pakt hem weg en Ugojimi houdt die bal nog binnen. Maar trapt hem dan daarna zelf uit. En wel op voor Sporting Loker, hè? Hier Ugojimi met de kans, Ugojimi. Trapt die bal over wat een misser. Van Ugojimi. Trap van Copa. Gaan we zien? Ja. Uittrap richting de vleugelspeler. Moet er voor ze komen? Nee. Buffel. Ugojimi. Waarvan Ugojimi aan de bal? Geeft die bal voor. Eerst een Barda. Wie komt die bal in het tussen de armen van de doelman. 2-0 voor Racing Genk. Nog een mooie goal van Barda tussen de handen van de doelman. Hier zien we de herhaling. Goeie trap en de kopbal naast de doelman door. Na 43 minuten 2-0. Leko. Ivan Leko. Barda. Oh nee. De Rover. De Rover nog altijd. De Rover. Paas. Teuzer met de tackle. De Bruyne geeft hem tot bij Barda. Leko. Maric. En we gaan rustig met een stand van 2-0. Verderlijk komt er een wissel bij Racing Genk. Ja, nu zien we het. Wissel bij Racing Genk, Elinie Barda eraf en in de waterkamp Jelle Vossen. Hier gaat hij dan de tweede helft. Mokulu geeft hem aan Leko. De trainer van Lokeren zou echt moeten gaan ingrijpen. Hier al direct weer Vossen aan de bal. Hier Jelle Vossen, de invaller. Naar Kevin de Bruyne. Ik heb een rare beslissing om nu al Vos op te zetten en dan nog wel met Barda. Ja, Vos met de voorzet. Thomas Buffel, de kom op! Je past de goal. Jammer voor Racing Genk. Uitrap van Copa. En
aan de fout van Anil. Vrij trap. Ivan Leekhorst aan de bal nummer 78. De Paul. Te zich. Ugonjimi. Wordt dat aan de kant? Oeh, trapt hem tegen de verdediging daar. Ik wil passen naar Jelle Vossen. De doelman tikt hem weg. Dat vond ik de tekker naast. Hier komt Hubert een aanval ook ernaast. Nu moet hij hem voorzetten. Paas naar Persoons. Mokulo houdt die bal nog naar binnen. Die bal is eigenlijk al uit geweest. Hier nog op de borstkas en buiten. De bal was al buiten eigenlijk. Courtois met de uittrap. Te zeer met de tackle. Te zeer. Oeh. Persoons aan de bal. Persoons. Overmeren. Tackle van Hubert. Alweer overmeren. De bal. De bal. En alweer te zeer tegen Mokulo aangelopen. Hier de keulaar. Mokulo met de kans. Tegen de lange armen van Thibaut Courtois. Corner voor Sporting Dokkeren. Te zeer op een weg. Buffel. Die geven ook aan Jimmy. Ugonjimi tot bij Kevin De Bruyne. Mooi dribbeltje. En hier is hij de bal kwijt. Maric. Nog altijd. Kevin De Bruyne. Leko. Goeie tak alweer. Vossen. Ja, Vossen. En de bal gaat net over de goal van Jelle Vossen. Racing ging sowieso met overwinning naar huis. Dat weten we nu al zeker. En nu wordt het voor Sporting Lokeren. Het zou een van de laatste zijn. Chimanga, De Paul. Anneli met de tackle. Anneli naar Ugonjimi. Oeh. En de wedstrijd is afgelopen. Racing Genk met overwinning naar huis 2-0.